Rietmolen tegen Vosseveld. Eerste wedstrijd in de na-competitie. Voor Rietmolen staat promotie op het spel en voor Vosseveld klassebehoud. Rietmolen kan promoveren naar de vierde klasse en Vosseveld moet natuurlijk spelen voor klassebehoud, die vierde klasse. De eerste keer dat de bal echt gevaarlijk bij het doel komt, komt uit deze vrije trap van Vosseveld. Gebeurt allemaal in de 19e minuut. De bal die gaat rakelings langs het doel. Het antwoord dan van Sander de Rietmolen hier van de Rietmolen. En Chad Weber, die heeft hem. En dan is het Henry Elverink die hier op avontuur gaat. Nou, doet dat helemaal niet zo slecht. Glijdt dan uit en kan dan echt niet veel kracht meer achter de bal zetten. De hoekschop dan komt op het hoofd van Mento Genaat en het is 1-0. Het gebeurt allemaal op slag van rust. En met uw genaat kan hem erin koppen. En voor zover de voorsprong. Dan de voorzet hier van Rietmolen. En de kopbal en op de arm van Auke Hillen. Maar de scheidsrechter zegt geen opzettelijk hens. Hier de kopbal. Hij staat met de rug naar zijn tegenstander toe. Dus kan eigenlijk niet echt zien waar die bal komt. Dus gaan we met 1-0 voorsprong voor voorstel de rust in. Hier Schonewillen dan. Melvin Schonewillen met het schotje. De doelman kan hem makkelijk keren. De uitgooi van de doelman in, die komt terecht bij Dennis van Aken. En die kan hem dan meegeven aan Jeffrey Weber. Weber met het schot. Nou, oh, de doelman heeft daar toch wat moeite mee. Maar in tweede instantie toch klem voordat Rens Hillen gevaarlijk kan worden. Vosseveld zet aan in de tweede helft. Op zoek naar een doelpunt. Jeffrey Weber geeft deze bal goed in de richting van Matthew Genaat. Die hem voor het doel langs schiet. Speelde weinig. De hoofdprijs is gevallen. Ongeveer 6 minuten bezig dan in de tweede helft. Als deze bal komt bij Brian Meulenkamp. Meulenkamp die de bal dan zo vast kan houden en uit de draai schiet. En het is 1 tegen 1. Dan zijn we 9 minuten verder en wordt hier de bal aangenomen door Jeffrey Weber. En die schiet dan en dan staat Vosseveld weer op voorsprong. Dan is het 1 tegen 2. Dennis van Aken. Goed gegeven in de richting van Koen Hof. Koen Hof met het schot. En de doelman. Aring. Richting van Schonewillen. Die wat iets teruggaat nog. Een lange bal dan van Matthew Genaat zo te zien. Die komt voor de voeten van Koen Hof. En die kan er weinig mee uithalen. Hier wordt de bal doorgekopt. Oeh, die wordt gemist. Dan de man helemaal vrij daar. Oh, 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 die bal die komt daar niet. Komt voor zover goed weg, denk ik hoor. Gebeurde allemaal in de blessuretijd nog. Maar Vosseveld wint met 2-1. Het is een belangrijke overwinning. Aanstaande zaterdag zal deze voorsprong gekoesterd moeten worden. Als de return plaatsvindt. Björn Zwerke, trainer van Vosseveld. De eerste na-competitiewedstrijd tegen Rietmolen. 1 tegen 2. Een uitwedstrijd. Een prima resultaat, denk ik, Björn. Ja, zeker. Zo'n mooi resultaat. Ik bepaalde een beetje van dat we zelf niet meer doelpunten gemaakt hebben. Ik moet natuurlijk wel zeggen, in de eerste helft hebben we weinig gecreëerd. En maak je gelukkig net voor rust maak je een goal. Dus ik denk dat hij wel op een goed moment kwam. Kijk, dat is natuurlijk voor jezelf lekker om op 1-0 te komen. Je weet dat hun dan naar rust moeten komen en dat er iets meer ruimte komt. En dat kwam naar rust denk ik ook eigenlijk wel een beetje ten goede van ons. Want je zag gewoon de eerste 10 minuten naar rust. Hadden jullie veel kansen, moet ik zeggen, in die eerste 10 minuten al, hè? Ja, zeker. Toen hebben we eigenlijk 2 of 3 goals moeten maken. Ja, dan heb je zo'n wedstrijd gewoon in het slot gegooid. En voetbal is natuurlijk niks zeker. Maar dan ga je in ieder geval een hele goede uitgangspositie om gewoon je te handhaven in de vierde klas. Ja, goed, een goede uitgangspositie denk ik voor de thuiswedstrijd. Aanstaande zaterdag en waarschijnlijk om 4 uur. Thuiswedstrijd, Vosseveld Rietmolen. Een goede uitgangspositie, maar het is zeker nog niet beslist.
Nee, zeker is het niet beslist wat dat betreft. Kijk, je weet wel dat we met twee doelpunten verschil moeten winnen. Maar ja, er is niks beslist. Voetbal blijft voetbal en kan alle kanten op gaan. Dus, we hebben in ieder geval, zoals het er voor mij nou zo naar uitziet, hebben wij een vrij fitte selectie en geen schorsingen. Dus kunnen we met een mooie... We hadden twee gele kaarten, dacht ik. Eén voor Edwin Arendsen, de tweede ben ik even kwijt. Maar ook Hillen, geloof ik. Hè? Ja, maar die stonden allebei niet op scherp. Dus wat dat betreft zullen die er volgende week ook gewoon bij zijn. Okay. Dus we gaan met een goed gevoel zaterdag die wedstrijd in. Ja.